Welkom bij weer een nieuwe video en vandaag laat ik je zien hoe je de Recurie X krijgt in Liberty Con 2. Laten we beginnen. Als allereerst gaan we even naar Woodrush waar je even wat iets nodig hebt. Daar heb je natuurlijk wel het spul voor nodig, anders kun je natuurlijk niet dus dat ding halen. We gaan eerst naar Woodrush en dan heb je hier zeg maar een berg of zand voor 1600 euro. Of money of zo, hoe je het ook maar zegt. Dat hebben ze als eerste nodig. Heb je gewoon eentje van nodig. Verder is dus ook niet klaar. Dat is dus één. Vervolgens moeten wij even naar de brug. Want daar is natuurlijk het tweede. En het derde. En je hebt drie dingen nodig. En vervolgens moet je dus ergens heen. Oh, de brug is mooi open. Dus ik hoef hier gewoon niet te betalen. Ik hoef het zelf ook niet doen. Want ik heb natuurlijk een Game Pass. Dus ik hoef niks te betalen. Heel slim, hè? En als de bedoeling dat wij even naar Fancy Furnitures gaan, dan hoop ik niet dat hij dicht is, want het is nacht natuurlijk. Dan hoop ik niet dat hij dicht nog net. Hij is dan net open, view. Als ze even snel zijn, dan kunnen we nog even kopen. Dat ligt hier ergens. Oh, iemand vraagt om 1 miljoen. Maar dat ligt dus hier ergens. Hier ligt een lightbulb. Die heb je ze ook nodig. 3600 kost die. En die heb je dus ook nodig. Het moet wel een beetje snel zijn, want anders dan kan ik niks meer kopen. Ja, want op een gegeven moment gaat deze winkel dichter, dan ligt dat mannetje hier te slapen. Dat heb ik ook niet nodig, en dan zijn de deuren ook op slot. Nou, we hebben op tijd gekocht. Maar dit gebeurt er, zeg maar, als de winkel dicht is, dan gaat deze op de grond liggen. En dan zijn de deuren gesloten en is het donker. Ja. Je wel een beetje snel zijn s'nachts. Ja. Dat is dus twee. Vervolgens heb je hier weer vier dingen nodig. Twee dingen nodig hier. Bij Pop Shack. Dat is een schuurtje of zo ergens hier bij de bergen. Ziet het iemand ook bezig met dingen te kopen? Dynamiet of zo. Oeh. Koopt hier iemand mee met dynamiet, jongen? Cool, man. Ja, nou, als jij hier weggaat, want ik wil niet dat jij mijn dingen zal plaatsen. Dat wil ik liever niet. Waag het. Oké, goed zo. Want het is een beetje stout erom. Nou, als eerst heb je een Can of Wolves nodig. Deze kost, even kijken. 3200. Nou, die heb je dus ook nog even nodig. En vervolgens heb je ook nog twee dynamietjes nodig. Alleen, die gast heeft het even meegenomen. Dus ik moet even wachten tot er weer is. Hierheen. Dat is één dus. Oké. Okay. Buy this dynamite voor 220. Nog eentje nodig, want als je al het een, stel je kunt het niet vinden en dan zijn er die blokken er weer voor dan. Hè? Ik vertel straks wel wat die dynamiet voor nut heeft, dus daarom. Nou, als je alle in uit de set, een lightbulb, een can of wolves en een bag of sand en twee dynamiet, ben je dus al klaar met het items kopen. En is nu de bedoeling dat je er naar de snow biome gaat, zoals noemen we hier in het spel. Waar je een soort van, stuk land waar je allemaal sneeuw vindt of zo. Ah, dat meen je. Gaat dit die brug van mijn neus dicht? Nadat die andere nood overheen is. Dit is heel leuk. Maar gelukkig heb ik gratis toegang tot die brug. Dat scheelt ook weer. Maar ja, dat die brug net van mijn neus dicht gaat, dat vind ik juist weer niet leuk. Hè? Dat vind ik juist niet leuk. Hey. Opschieten. Hup. Ik heb geen geduld, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, we kunnen doorheen. En vervolgens moet je dus... Nou, prachtige beest hier ook. Mijn beest dus. Ik zie niemand bij de shop. Dus niemand hoeft de dingen te kopen en zo. Dat gelukkig. Maar het is de bedoeling dat wij dit pad zeg maar gaan volgen richting dat stuk van de game. Dan zie je ook wel van die zitten van die blokken voor de ingang. Dus je kunt er niet zomaar langs. Daarvoor heb je ook een dynamiet nodig om die blokken juist weg te halen. Want anders kom je ook niet in dat stuk met een auto. Ja, je kunt wel. Maar dan moet je lopen. Dus daar heb je ook niks aan. Oh, dan bots ik gewoon tegen de berg. Nou, weer. Oké, maar dit is de bedoeling dat wij dus hierheen gaan. Je ziet hier allemaal blokken. Dit meen je even. Dit meen je. Hallo. Een heel spul vliegt over dat land heen. Nou. Moet ik hem maar even wat nieuw pakken. Waar ligt het andere? Dan ligt die stuk dynamiet. Och, leuk. Leuk. Oké. In ieder geval, nou. Ik heb de spullen weer.
Kijk, omdat we hier dus zijn, ziet hij al van die brokken, dus draaien we van dynamiet ook nodig. Bedoeling, nou is de bedoeling, dat wij even een dynamiet pakken. Deze even unboxen en dan moet volgens deze plaatsen, maar ergens in het midden van het blok zo wat. Ik denk, ik ga even wat verder weg van de auto, want anders dan ploft die ook en dan ben ik al een spul. Right, dan wil ik weer niet. Dit hier kun je gewoon doorheen lopen, maar wij gaan er juist even dynamiet doorheen, zodat de blokken juist weggaan. Dan moet je snel zijn. Spring, 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 spring. Kijk, dan gaan al die blokken juist weg. En nu kun je er jou ook doorheen. Dat is ook het doel van de dynamiet hier. Nou, wij kunnen er dus nu in. Nou, dit is eigenlijk een snowpion. En dan moeten we trouwens deze kant op. Dan moeten we meer deze kant op, dat je eigenlijk in dit stuk van landschap komt, hoe je het ook benoemt. Hè? Er zit net weer een boom voor. Geweldig. Maar je ziet hier, of een vogeltje of zoiets. Dat geeft aan dat daar een soort van het zit. En dit is dus ook de ruimte waar die dingen zitten. Je ziet weer drie karakters. Met een drie ballen moet je ook ze schoon dat doen. Nou, en deze het zit dus midden in de sneeuw. Dus je moet het wel goed herkennen. Je ziet, herkent er wel aan dat vogeltje dus. Nou hebben wij dat even nodig. Want wij gaan al deze dingen gaan we even unboxen. Behalve de dynamiet, want die hebben we pas later nodig. En die gaan we dus even erin gooien. Even kijken, hup. Die hebben we er dus ingegooid. Oh, ze hebben hier een can of worms. Die gooien we er dus ook even in. Even kijken. Wee boom. Wee boom. En vervolgens heb je nog een bag of sand. En die gooien we er dus ook in. Even kijken. Hup, en dan krijg ik ook zelf mee in. Want nu kunnen we het dus ook doen. Nou heeft hij dus alle items. Nou is de bedoeling dat wij deze op het bordje zetten. Nou, dan heb je deze nodig. Rikirio heet deze gast. Deze eet een lightbulb. Dus hier moet je een lightbulb op doen. En moet ik wel goed op het bord krijgen. Want anders heb ik er niks aan. Kijk eens aan. Precies op het bord. Vervolgens heb je Guzmanik nodig. Deze heet aan de linkerkant. Deze eet dus de can of worms. Zo. Oh, 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 oh. Erop. Oh, erop. Gaat het nou op? Dankjewel. En de laatste. Die aan het hoofd zit, dus recht voor je neus. Die heeft de back of sand. En nou is alles de items geplaatst. En vervolgens komt hier, uit het gat zeg maar, komt een recurring axe. En dan kun je hem zeg maar, ja, krijgen. Dat is ook een hele video. Nou, je pakt hem en dan verdwijnen al die items en heb je dus de axe. Nou, dan gooi je al die items en nu is die van mij. Dit was dan nog een video. Ik wil even laten zien hoe de Recurring Axe werkt. Hoe je die krijgt. En dan zeg ik natuurlijk zoals altijd. Laters.